Antje Montero deelde dinsdag haar schrik en bezorgdheid op sociale media nadat haar neefje als vermist was opgegeven. Gelukkig eindigde het verhaal goed en de musicalster bedankte haar volgers voor hun hulp. Ze liet weten dat haar neefje, dat verdwaald was geraakt en bijna drie uur later enkele dorpen verderop werd gevonden dankzij een Facebook-oproep, weer veilig thuis was. Antje, momenteel op vakantie, overwoog zelfs terug te komen, maar dat bleek gelukkig niet nodig. Dit incident volgde op eerder verdrietig nieuws binnen de familie toen Antjes dochter Romy een tijdje geleden bekend maakte dat zij en haar toenmalige vriend Jasper uit elkaar waren. In haar bericht legde Romy uit dat ze een pauze namen om elkaar ruimte te geven. Ondanks hun diepe liefde voor elkaar. In een latere post aan het einde van 2023 reflecteerde Romy op het jaar waarin ze sprak over verlies, verdriet, openbaringen Nieuwe banden en nieuwe liefde in de vorm van vrienden en familie die haar hebben gesteund.